Het gaat deze video niet helemaal zoals gepland. Ik ben letterlijk net wakker, zoals je kan zien. En ik krijg een belletje dat Patrick Johannes, de andere cameraman waarmee Werner Budding en ik samen voor Autovisie heel veel werk doen. Ja, rugproblemen heeft het bekende cameramannenkwaaltje. Maar die zouden dus vandaag naar Frankfurt vliegen voor de IAA, een belangrijke autobeurs. En het komt er werkelijk op neer dat ik binnen nu en... Moet ik het goed zeggen? Binnen nu en 3 uur op Schiphol moet staan. En dan ga ik samen met Werner naar Frankfurt om al die video's te maken. Zoals je ziet, het is één grote puinzooi. Ik moet al mijn camera's nog opladen. Ik moet al mijn spullen bij elkaar zoeken. Ik weet het. 1, 2. Zo, alle spullen zijn opgeladen. Alles is ingepakt en opgeruimd. Tijd om naar Schiphol te gaan. Zo, het waait echt gigantisch. Maar Patrick, maak je geen zorgen. Zoals ze aan de andere kant van de oceaan altijd zeggen, I've got your back. Nee, het is in dit geval eigenlijk niet heel goed. Want namelijk als ik jouw rug heb, dan... Jullie snappen het. Op naar Schiphol. Net zo snel als dat ik spinde, zo hard is het ook omgeslagen. Gadverdamme, het regent zo gigantisch hard. Ik heb letterlijk nog half uur voordat de vlucht gaat boorden. Moet lukken, kom op. Makkelijk halen. Ik heb nog een veel te dure koffie gehaald. Ik heb nog helemaal geen koffie op vandaag. We moeten een uurtje vliegen naar Frankfurt toe en dan waarschijnlijk gelijk door naar de eerste show. Alles schieten. En het moet ook vanavond gemonteerd worden, dus proost. Oh, wat een ruimte, wat een rust. Ladies and gentlemen, welcome to Frankfurt Airport. Please remember to keep your seatbelts fastened and the fasten seatbelt signs have been switched off. Ik ben geland in Frankfurt en nu mag gelijk een taxi in om gelijk door te gaan naar het event. Alleen, volgens mij is dit de rij voor de taxi. Kan nog wel eens duren. Dat was dus inderdaad de rij van de taxis. Inmiddels zijn we al in het centrum van Frankfurt aangekomen en staat gewoon muurvast. Op zich wel lekker, toch? Een beetje spontaniteit. Gewoon eens morgens een belletje krijgen, vragen of je mee kan. En dan nou ja, wel waar een beetje hemel en aarde moeten bewegen om te zorgen dat ik dit kon doen. Het is natuurlijk wel gaaf om hier nu te zijn en gelijk te schieten. Ik blijf er één nachtje en dan vlieg ik morgenavond gelijk terug naar Nederland. Volgens mij zijn we er zo goed als. Ik ga deze camera ombouwen, zodat ik die kan gebruiken voor de video's met Werner. Dus ik zie jullie straks. Zo, alweer de volgende dag. Ik ben gisteren na het schieten gelijk naar het hotel gegaan. 2 video's gemonteerd. Laat naar bed, vroeg op. Ik heb echt een gigantisch schore keel. Doet gewoon pijn. Ik ben bang dat ik een beetje ziek aan het worden ben. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder. Vandaag ongeveer 6 tot 7 uurtjes filmen. En daarna gelijk met de taxi naar het vliegveld. Om weer terug naar huis te gaan. Even kijken hoor. Volgens mij moet hier recht zijn. Zo, 6 uur later en ik zit weer in de taxi terug naar het vliegveld. We hebben volgens mij in nog geen dagtijd meer dan 10 video's geproduceerd. Ik denk wel een stuk of 15. En ik heb nu ongeveer een half uurtje om terug te komen op het vliegveld. Ik heb alleen handbagage meegenomen. Gelijk door de douane heen en dan terug naar Schiphol. Volgens mijn stappenteller hebben we 15 kilometer gelopen in de afgelopen 2 dagen. En de IAA is ongeveer de grootste autobeurs die er is. En het is voornamelijk ook omdat het zit heel erg verspreid. Dus je moet echt gigantisch veel lopen. Dus de allereerste keer toen ik dat deed, toen dacht ik van nou, ik doe een beetje nette schoenen aan. Nou ja, dat is dus de grootste fout die je kan maken. Zelfs met sneakers kan ik je melden dat je aan het einde van de dag denkt dat je hoeven hebt. Ik stel voor dat we gewoon lekker naar Rotterdam spinnen. Ja, ik ken nog steeds de blaftyfus, zoals je dat zo mooi noemt.
De vorige clips hadden trouwens ook niet heel lekker audio. Ik had weer eens mijn pocketcamera gebruikt omdat ik deze camera had omgebouwd om te filmen voor op de IAA. En dit is de Sony RX100 en daar heb ik een klein haardoortje bovenop gedaan om te zorgen dat je niet heel veel last zou hebben van de wind. Maar ik vond de kwaliteit weer echt tegenvallen, dus die blijft voorlopig nog maar even achterwege. Nou had ik deze weer gebruikt op deze camera toen ik in de vorige video aan het filmen was met die drone. Alleen, die stond niet aan. Waardoor die dus ook geen geluid opnam. En ik word er een beetje moe van, want het lijkt zo vanzelfsprekend, maar goed geluid is zo vreselijk belangrijk. Maar dan ben ik heel blij dat deze eindelijk binnen is gekomen. De Rode VideoMic Pro Plus. En die is in principe een soort van hetzelfde als dit. Alleen dan veel, hij is veel meer verbeterd. En het allerleukste is dat hij een automatische aan- en uitschakelfunctie heeft. Dus er zit wel een batterij in. Maar op het moment dat ik de camera uitzet, gaat de microfoon ook uit. Dus dat zorgt ervoor dat ik geen lege batterij heb. En dat ik hem niet vergeet aan te zetten wanneer het moet. Wow. Kijk even naar het verschil qua formaat. Dus even proberen. Dit is nu dus een nieuwe microfoon die erop zit. Ik ben heel benieuwd hoe het geluid is, dus laat het even weten in de reacties. Trouwens wel heel mooi licht zo. Wauw. Dus een special effect. Heb ik geregeld voor jullie. En dan heb ik nog een hele leuke mededeling. Zo, ik ga eerst eens even dat het vizier dicht doen, want het is wel echt heel erg. Als je nou geïnteresseerd bent in het maken van video's, weten hoe het moet en alles wat erbij komt kijken en je wilt er nog meer over leren, ik geef op zondag 24 september geef ik bij Camera Express Rotterdam een lezing van 2 tot 4. En omdat we natuurlijk allemaal Hollanders zijn, het is ook nog eens een keer gratis. Ik zal de link in de beschrijving zetten, meld je gewoon even aan en dan zit je heel graag daar. Mocht je niet kunnen, er is er ook nog eentje op zondag 1 oktober en die wordt in Amsterdam gehouden, ook weer van 2 tot 4. Link staat in de beschrijving, meld je even aan en dan zie ik je daar. Het is de week van de beurs. Hè. We begonnen natuurlijk de vlog in Frankfurt met de IAA. En dit weekend is ook de IBC, de International Broadcast Convention. Daar gaat alles in op technologie en ook heel veel cameramerken laten daar hun nieuwste producten zien. Daar ga ik de komende 4 dagen allemaal video's maken. Dat zien jullie niet in deze vlog. Aan de vooravond ervan gaan we met een bootje door de grachten van Amsterdam. Superleuk, met een bootje door de grachten zonsondergang. Dit heb ik al een paar keer eerder gedaan. Ik heb jaren geleden high-end huwelijken gedaan. En het waren allemaal vaak bruidsparen uit Amsterdam. En die wilden dan ook altijd met een boot door Amsterdam gaan. Dus het is eigenlijk wel weer heel erg herkenbaar. Terug aan het vasteland. Ik ga deze vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet om nog even te abonneren. Druk ook op dat belletje wat ernaast zit. Daardoor krijg je een melding op het moment dat ik een nieuwe video online zet. Ik ga morgen hier bij de rij aardig weer wat video's produceren. Ik hoop dat ik daar nog een deel van kan laten zien in mijn vlog. Zo niet, dan zie ik jullie alsnog heel graag in de volgende video. Doei!